Het is dinsdag 10 april in El Gouna, Egypte. En ik heb net mijn tweede ronde gewonnen van Tarek Momen. Je ziet op de achtergrond achter die twee parasolen een deurtje. En daar zie je de ingang van de binnenbaan waar ik net gespeeld heb. Het was echt in het hol van de leeuw. Ik heb echt een super goede wedstrijd gespeeld. Die Tarek Momen, ik had nog nooit tegen hem gespeeld. Het is een super klein Egyptenaartje. En ja, het is altijd best wel nerve-wracking als je tegen iemand speelt tegen wie je nog nooit hebt gespeeld. Omdat je niet precies weet wat er, wat zijn sterktes zijn of hoe dat nou echt in de praktijk uitpakt. Ik was super scherp, super keen, heel erg zin om te spelen. En het was de eerste wedstrijd van de dag en dat vind ik normaal ook verschrikkelijk. Om 12 uur spelen, betekent toch vroeg op en je moet gewoon super scherp zijn vanaf moment 1. En dat ben ik altijd beter om nu of 8 of 9 s'avonds. Maar om dit soort wedstrijden, daar doe ik het voor. In het hol van de leeuw om zo te spelen zoals ik vandaag speelde, is echt een super gevoel. Dus ik heb lekker de rest van de dag om te chillen aan het zwembad. Het is een beetje bewolkt vandaag, dus dat is jammer. Morgen speel ik hoogstwaarschijnlijk tegen James Wilstrop, de nummer 1 van de wereld, op de glazen baan bij de Marina. Wish me luck. Hoi.